Dit is een extra journaal met Wim de Vilder. Dag iedereen, goedemiddag. We komen bij u omdat er zometeen een persconferentie aankomt van het overlegcomité. De verschillende regeringen van ons land hebben overleg gepleegd over de coronamaatregelen en of die al dan niet moeten worden versoepeld. Om 16:00 zal de premier ons toespreken, samen met misschien nog een paar andere excellenties. Dat is binnen enkele minuten. Ik ga eerst even naar Bart Verhulst. Jij bent in de wedstrijd. Ze zijn er snel uitgeraakt, want die vergadering is pas begonnen om 14:00. Ja. Amper anderhalf uur heeft de vergadering geduurd en dat heeft één simpele reden. Er is beslist om nog niet te beslissen over eender welke versoepeling dan ook. En ook dat heeft één simpele reden, namelijk de coronacijfers zijn gewoon te slecht op dit moment. De cijfers zijn veel te onstabiel en blijkbaar heeft het overlegcomité nog nieuwe cijfers binnengekregen. Vooral van ziekenhuisopnames van de voorbije 2 dagen. En daarbij is te zien dat dat echt niet de goede kant op gaat. En dus is het beslist om voorlopig nog niets te beslissen over eender welke versoepeling dan ook. En om volgende week vrijdag een nieuwe poging te doen in de hoop dat dan een beter zicht te krijgen op de situatie en een stabielere situatie te vinden op dat moment. Oké, we zijn benieuwd hoe dat door de premier zo meteen gemotiveerd wordt. Want er waren natuurlijk veel verwachtingen, er was veel druk. Een aantal mensen gaat ontgoocheld zijn, dat is duidelijk, hè Bart? Ja, er was inderdaad absoluut heel veel druk. We zijn in deze huidige toestand al bijna 19 weken bezig. En dat begint enorm te wegen op heel veel mensen. Ook de experten hebben in hun advies aan het overlegcomité gezegd, toegegeven dat ze weten dat het mentaal welzijn van de Belgen enorm onder druk staat. We hebben het de voorbije dagen ook gezien. De jeugd, vooral op hen, weegt dit enorm zwaar. Waarbij we scènes zagen in Gent, in Leuven, waarbij ze spontaan met het goede weer naar buiten kwamen. En ja, cri de cœur bijna deden om toch de teugels een klein beetje te vieren. Maar eigenlijk konden we het gisteren al weten toen premier De Croo in het parlement zei: het is niet het moment om roekeloos te gaan worden. We moeten nu het hoofd koel houden. Want het risico op een derde golf met veel besmettingen en veel ziekenhuisopnames is op dit moment nog veel te groot. Ook de experten hadden in hun rapport al aangegeven: eigenlijk kunnen we de eerstkomende 4 weken nog niet versoepelen. En dus ja, is er beslist om voorlopig nog niet te beslissen. Oké, dat is duidelijk. Maar we wachten toch op de persconferentie van de premier. Die zal beginnen binnen een minuut of 2 wellicht, want die was aangekondigd voor 16:00. Bedankt voor nu, Bart. We zien je straks misschien nog even terug bij mij in de studio. Michael, de motivatie is duidelijk blijkbaar. Het gaat om de ziekenhuiscijfers. Wij zien elke dag de gemiddelde van de afgelopen week. Maar blijkbaar heeft het overlegcomité cijfers gekregen van de afgelopen 2 dagen. En die zijn maar slecht. Ja, die zijn slecht. En die hebben eigenlijk voor een groot stuk ook tegengehouden wat tot vanmorgen de intentie was van het overlegcomité. Want er is de voorbije week, herinner je maandag, die persconferentie van de premier. Mm-hmm. Die eigenlijk toen al zei van de komende 4 weken echt grote versoepelingen. Dat zou echt een drama zijn. Dat zou die derde golf serieus aanwakkeren. Dus dat wisten we wel. Maar er waren toch een aantal dingen waarvan gezegd werd dat het moet mogelijk worden. Misschien een grotere sociale bubbel waar je met meer mensen, met de 4 volwassenen die je nu buiten mag rondwandelen bijvoorbeeld, zou kunnen. Dus blijkbaar is er inderdaad zo'n acuutheid door die slechte cijfers, waardoor er beslist is om, zoals Bart zei, dus niet te beslissen. Behalve, dat leid ik toch af uit wat ik binnenkrijg, niet-medisch contactberoep. Nee, je weet, kappers zijn 2 weken geleden... Dat was eigenlijk al beslist. Dat was min of meer of die beslist datum, of aangegeven. 1 maart, dat zou, denk ik, als ik het goed voor heb, wel kunnen. Maar dat zou dus de enige echte beslissing zijn. Eigenlijk. Ja, wat ook op de tafel lag, was het verbod op niet-essentiële reizen afbouwen, zodanig dat
toerisme weer mogelijk zou zijn. Er waren een beetje twee strekkingen over binnen de regering. Hè? Binnen de MR zei men van, ja, we moeten dat terug afbouwen. De premier was daar niet voor te vinden. Het lijkt wel dat hij zijn slag thuis haalt. Ja, dat was ook al de voorbije 24 uur duidelijk geworden. Dat is inderdaad de voorzitter van MR, Georges-Louis Boucher, die echt wel op het gaspedaal duwde om te zeggen van, denk ik begin deze week al, die grenzen die gesloten zijn voor niet-essentiële reizen, want daar komt het op neer. Dat kan niet. En dat liep eigenlijk samen met het feit dat Europa daar toch ook wel wat voorbehoud bij had. Dat moest ook aangemeld worden aan Europa om dat te verlengen. Maar je kon gisteren al afleiden, de premier De Croo ook, en trouwens veel ministers van zijn regering, die zeiden echt van nee, we gaan nu niet nieuwe varianten importeren, want dat is het risico natuurlijk als je die grenzen opent, als je aan mensen zegt van ja, je mag weer op reis, zelfs al raden we het af, doe het maar. We hebben met de kerstvakantie gezien dat ondanks het feit dat dat afgeraden werd, dat er mensen dat wel gedaan hebben en dat die er wel voor gezorgd hebben dat er minstens ook varianten in ons land werden geïmporteerd. Ja. Dus inderdaad, daar ziet het ook dus naar uit dat dat gewoon zal verlengd worden. De vraag is zelfs of dat verlengd wordt tot 1 april. Of dat tot na de paasvakantie wordt verlengd. Ik weet niet of er die duidelijkheid straks al zal komen. Maar ik hoorde vandaag toch de intentie, in elk geval bij enkele ministers, dat er misschien meteen moest gekeken worden tot en met na de paasvakantie om die reizen ook te verbieden. Dus inderdaad, dat is ook iets, net als alle andere maatregelen, nachtklok, avondklok, telewerk, dat zijn allemaal dingen die, waar dus niks aan wijzigt. Precies. Het is erg vroeg. Hè? En we weten het nu uit een paar bronnen wat er beslist is. Zijn er al reacties van belangenverenigingen of anderen die ontgoocheld reageren of die wachten tot na de persconferentie? Nee, ik denk dat de rode draad wel bij de meesten was en dat zal dus nu niet gebeuren. We willen wel een soort exitplan, een soort exitstrategie. Een kalender, als het ware. Ja, een kalender. Ik denk dat iedereen wel doorhad dat het niet voor maart zou zijn dat horeca zou kunnen openen of dat andere dingen grote versoepelingen zouden kunnen. En zoals daar straks gezegd, wie de cijfers van maandag bekeek, die kon perfect zien dat als die vaccinaties blijven wat ze zijn, of in elk geval op dreef komen, dan moet vanaf 1 april of 1 mei zeker veel meer mogelijk zijn. Dus dat nu vanaf maandag grote versoepelingen niet mogelijk waren, was duidelijk. Ik denk dat heel veel organisaties en belangenverenigingen wel zitten te wachten op een soort kalender van dan kan dit, dan kan dat, dat zal geleidelijk zijn. Dat ligt nu ook niet op de tafel allicht, want het overlegcomité heeft eigenlijk amper anderhalf uur geduurd. Ja. Dat zal misschien wel volgende week, want dan is het opnieuw overlegcomité wel op de tafel liggen. Nu, de horeca en andere sectoren geven nogthans duidelijk aan van wij zijn er klaar voor om te heropenen. De horeca heeft zijn Safe Spring Plan, zijn veilige lenteplan voorgelegd deze week. En vertelde daarbij, kijk, we zullen zelfs nog strenger gaan dan de vorige keer toen de horeca open was, om ervoor te zorgen dat we op een heel gecontroleerde manier mensen naar de horeca kunnen laten gaan. En dat is dan misschien veiliger dan wat we de laatste dagen zagen, namelijk mensen die in bosjes bij elkaar groeperen en er zelf een feestje van maken. Maar goed, daar is de regering dus ook niet op ingegaan, blijkbaar. Nee, nog niet in elk geval. Het zal misschien volgende week zijn. Maar ik denk dat daar het element is van iedereen, elke belangenvereniging, ook vanuit jongerenwerking heb je die aspecten vanuit studenten. Er lagen er ook dingen op tafel. Ik weet zelfs niet of die zijn goedgekeurd. De onderwijsministers hadden eigenlijk ook een akkoord om vanaf midden maart, dacht ik, iets meer fysieke lessen volledig te geven hogeschool en universiteitsstudenten. Ik weet niet of dat erdoor is, maar natuurlijk het punt blijft, dat zijn allemaal zeer duidelijke wensen van afgebakend. Het probleem is natuurlijk, als je die allemaal in een optelsom neemt, waar ga je de rangschikking maken? Waarom het ene wel, het andere niet? Die oefening zal moeten gebeuren, maar ik denk dat uit alles blijkt, vooral uit die korte duur van het overlegcomité, en dus dat er beslist is om vooral niks te versoepelen, dat die cijfers op dit moment en vooral de vrees dat die cijfers daardoor, door de minste versoepeling, weer spectaculair gaan stijgen, dat die onmogelijk maken om dat op dit moment te doen, dat de harde realiteit is die straks zal verteld worden. De vraag is dan natuurlijk of dat binnen een week duidelijker zal zijn en of de situatie binnen een week beter is. Want als de cijfers inderdaad de slechte kant op gaan,
dat zou wel eens exponentieel kunnen zijn. Met andere woorden, kan het steeds sneller gaan. Dan, ja, dan is er volgende week geen betere situatie. Integendeel eigenlijk. Hè? Dat is zo. Wat wel is, ik herinner me die grafieken die gebruikt zijn door, tijdens de persconferentie van de premier afgelopen maandag. Daar werd met enkele aspecten rekening gehouden. Als we alles loslaten nu versus wanneer. De rode draad daar toch was dat 1 april en 1 mei. En dat, zijn natuurlijk, dat komt door het feit dat die vaccinaties echt op kruissnelheid moeten komen. En ervoor zorgen dat zeker de kwetsbare groepen niet meer of veel minder geïnfecteerd kunnen worden. Dat zijn wel data die in al die modellen er wel stonden. Zeker 1 mei, maar ook al 1 april. Dus op dat vlak zitten we volgende week alweer een week dichter bij 1 april. En ik denk dat dat ook de rode draad is van, zoals gezegd, al die belangenverenigingen geven ons wel een duidelijk moment. Heel veel organisaties en belangenverenigingen zeggen ook, we hebben een aantal weken nodig minstens om te kunnen heropstarten. Horeca zegt, pretparken zeggen dat trouwens ook. Als wij in de paasvakantie zouden kunnen moeten opengaan, dan moeten we dat wel stilaan weten, want er zijn een heel aantal dingen die moeten voorbereid worden. Dus ik vermoed dat overlegcomité volgende week, als het er dan komt, dat als intentie heeft om wat eigenlijk vandaag al wat op de tafel lag, wat is het perspectief dat we kunnen bieden, wat is daar realistisch in, dat altijd zal moeten afgewogen worden aan de cijfers die er op dit moment zijn. Dat lijkt me vanzelfsprekend. Ja. Een beetje een politieke vraag, Michael. Het feit dat overlegcomité nu maar 1,5 uur heeft geduurd, terwijl de afgelopen dagen verschillende partijvoorzitters toch hun mening hebben gegeven. Hè? MR, die aandrong op versoepelingen. Groen, dat erop aandrong dat de sociale bubbel groter zou worden en zo verder buiten. Ja, duidt dat er nu op dat er toch voldoende cohesie is binnen die regering om snel knopen door te hakken? Of is dit maar schijn en blijft die grote ongelijkheid van meningen binnen de regering toch bestaan? Ja, dit overlegcomité beslist natuurlijk in consensus. Dus dat betekent, het is een politieke beslissing dit. Ja. Hè? Want voor alle duidelijkheid, er lag een rapport van de experten voor die adviseren. En in dat rapport stond duidelijk geen versoepelingen de komende 4 weken. Net omwille van die reden die we daar straks gezegd hebben, hè, dat voor 1 april echt grote versoepelingen toelaten, dat qua derde golf bijna dat in de hand werken zou zijn volgens dat rapport. Het feit dat het overlegcomité dat beslist om nu niet te doen, is een politieke beslissing. Dus eigenlijk betekent dit dat iedereen daar rond de tafel, en dat zijn er veel, dat zijn de federale regeringen, maar ook alle deelstaatregeringen, dus ook de Vlaamse regering, zit daar met de minister-president, dat die toch in consensus hebben beslist. Het is niet het moment om dat te doen. En dus de waarheid daarachter zal inderdaad wel zijn dat die cijfers niet goed evolueren. We hebben gisteren in ons journaal ook van de Universiteit van Gent, waarin Oost-Vlaanderen echt wel die cijfers spectaculair omhoog gaan de voorbije dagen gehoord. Dus dat zal zeker meegespeeld hebben. Dit is nu een politiek antwoord dat in consensus genomen is. Dus daar zal misschien met lange tanden beslissen zijn om het te doen. Maar dit is een politieke beslissing in elk geval. Goed. Michael, dank je wel. Ik ga even terugkeren naar Bart Verhulst in de Wetstraat. Bart, je hebt een aantal excellenties, misschien een paar ministers al zien binnengaan. Ben je daar nog iets wijzer uit geworden uit hun commentaren? Wel, dat het dus echt over de ziekenhuisopnames gaat en de cijfers daar, dat is de reden waarom er nu tijd is gekocht, waarom er nu uitstel is gegeven. En ja, het overlegcomité heeft blijkbaar die cijfers binnengekregen en dan ging het over gisteren nog 150 ziekenhuisopnames en vandaag al plots 200. En ja, dan dreig je heel snel in een exponentiële curve terecht te komen, waarbij ziekenhuisopnames gaan verdubbelen op een paar dagen tijd tot 300-400. En dat was het grote risico dat men niet wou nemen. Er wordt mij ook gezegd, eigenlijk hadden we wel wat ruimte om dit uitstel te kunnen nemen, want bij versoepelingen werd vooral gedacht aan de datum van 15 maart om die te laten ingaan. Bijvoorbeeld voor de bubbel buiten om met 8 of 10 mensen te mogen samenkomen in plaats van met 4. Ja, daar was discussie over, moet dat al meteen of vanaf 15 maart ook voor andere kleinere versoepelingen. Dus ja, we hebben wel nog wat ruimte, die 2 weken, om daar nog een week uitstel tussen te steken. En die ruimte hebben ze dan nu ook benut. Om dan in de loop van volgende week een nieuw overlegcomité te organiseren. Wat wel zeker gaat doorgaan, ik denk dat Michael het ook al gezegd heeft, zijn de niet-medische contactberoepen, schoonheidsspecialisten, tatoeëerders bijvoorbeeld, want dat stond al in het ministerieel besluit. En die zullen gewoon aan de slag kunnen gaan vanaf volgende week maandag 1 maart.
maart. Over een paar minuten, 4:10, is mij daarnet gezegd, zou de persconferentie beginnen, Wim. Inderdaad, wij hebben hier zicht, Bart, op de zaal waar de persconferentie gaat beginnen. Zometeen, dat is de zaal die we zo goed kennen, hè? In de bunker, zoals die door journalisten wordt genoemd. De premier is de enige die daar nog ontbreekt, maar meestal is het zo, hè, Bart, dat de premier als laatste toekomt, omdat hij natuurlijk als laatste de teksten moet verifiëren die zullen worden gebracht tijdens die persconferentie, hè? Ja, absoluut. Toen ik daarnet probeerde informatie los te krijgen, werd er mij duidelijk gemaakt, ja, het moest allemaal zo snel gaan, dus laat ons even gerust om die teksten nu nog voor te bereiden en de laatste hand aan te leggen. Het zal mij ook benieuwen, is het alleen de premier die spreekt of ook de ministers-presidenten en de minister van Volksgezondheid Van den Broeke? Dat wisselt nogal eens. Maar van zodra de premier ten tonele verschijnt, dan kunnen ze er echt aan beginnen. Ja, meneer Di Rupo zit daar en ik zie ook Jan Jabon er zitten. En de premier arriveert nu, Bart. Dus we gaan hem het woord geven. En ik hoor jou straks misschien nog. Oké. Goedenamiddag. We hebben in het overlegcomité deze namiddag niet de beslissing genomen die we dachten te nemen. De coronasituatie in ons land blijft bijzonder delicaat. Na weken dat we in een situatie zaten waar we in een plateau zaten, een plateau dat redelijk hoog was, maar dat een plateau was, zien we dat de cijfers stijgen. Dat het aantal besmettingen een aantal dagen stijgt, maar we zien vooral dat de ziekenhuisopnames stijgen. Het aantal bevestigde gevallen is de voorbije week met een kwart gestegen, maar vooral het aantal ziekenhuisopnames is gestegen. We hebben vandaag de cijfers over de opnames gisteren. Gisteren zijn er 200 ziekenhuisopnames gezien. We zien dat die cijfers overal stijgen. Het gaat niet in één bepaald ziekenhuis. Het gaat over opnames die overal stijgen. En het dwingt ons om bijzonder voorzichtig te blijven. Vooral omdat we weten dat er een grote bezorgdheid is, omwille van het feit dat er varianten zijn die een stuk meer besmettelijker zijn dan de originele versie van COVID. Ik heb gisteren in de Kamer gezegd dat we ons moeten behoeden om roekeloze en ondoordachte beslissingen te nemen. Als het stormt, dan kan je niet opstijgen. En met deze cijfers kun je niet versoepelen. Dat zou ondoordacht zijn, dat zou roekeloos zijn, dat zou onverantwoord zijn. En daarom heeft het overlegcomité gekozen om voorzichtig te zijn. En heeft gekozen om een time-out van een week in te lassen. Een time-out van een week waar we de vinger aan de pols willen houden. Intussen blijft het huidige ministerieel besluit van kracht zoals het was. En we doen dit om te vermijden dat we op een moment waar er onzekerheid is over de cijfers, dat we een beslissing zouden nemen. Een goed bedoelde beslissing, maar een beslissing zouden nemen waar we alles te grabbel gooien wat we de voorbije maanden hebben gerealiseerd. Dit is een moment van grote onzekerheid in de cijfers. Dit is niet een moment waarin je dit soort beslissingen kunt nemen. En vandaar dat we gekozen hebben om een time-out van een week in te lassen. Het valt mij bijzonder moeilijk om die beslissing te nemen. En dit is een koude douche. En ik wou zelf ook dat het anders was. En ik ben zeker dat er ook velen zijn die gehoopt hadden op een andere beslissing. Ik blijf ervan overtuigd dat het moment waarin we maatregelen zullen kunnen versoepelen, dat moment eraan komt, dat moment eigenlijk niet meer zo ver af is. Maar nu moeten we even wachten. En nu moeten we even wachten tot we meer duidelijkheid hebben. En vandaar dat we gekozen hebben om deze time-out van een week te gebruiken om meer duidelijkheid te kunnen krijgen. Ik weet dat het voorbije jaar bijzonder zwaar was. En zoals u weet gaan wij door de zwaarste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. En dit teert op ons gemoed. Dit teert op onze draagkracht. Dit is iets
wat bijzonder zwaar is om te dragen. En ik ben me te volle bewust dat sommige mensen het bijzonder zwaar hebben. Ik denk bijvoorbeeld aan de meer dan 20.000 gezinnen die de voorbije maanden iemand hebben moeten verliezen. Een echtgenote, een opa, een tante, een broer of een zus. Maar evenzeer aan jonge mensen die het moeilijk hebben, die het perspectief verliezen en die zich de vraag stellen waarom het zo lang duurt. En ik denk ook aan mensen uit de horeca, mensen uit de cultuur, sectoren die opnieuw aan de slag willen gaan en die ongeduldig zijn om terug aan de slag willen gaan. Wij horen jullie stem. We doen er alles aan, samen met jullie, om zo snel mogelijk opnieuw activiteiten te kunnen opstarten, als dat veilig kan. Maar eerst moeten we daarom samen die laatste horde nemen. Die lente van de vrijheid, die komt eraan. Met meer scholen die open zijn, met terrassen waar we samen een glas kunnen drinken, met momenten waar we elkaar onbezorgd kunnen vastpakken, zonder in vrees te moeten leven, te kunnen genieten van sport, te kunnen genieten van cultuur, te kunnen genieten van de nabijheid, van elkaar, van vrienden die we soms hebben moeten missen. En dat moment is niet zo ver meer, is niet zo ver meer af. Maar dat kan maar onder één voorwaarde. En die één voorwaarde, dat is dat we in de komende weken extra voorzichtig zijn. En ik wil het jullie persoonlijk vragen. Wees extra voorzichtig. Ik weet dat het moeilijk is. Ik weet dat de verleiding soms groot is om te genieten van de lente die we nu geroken hebben. Maar dit is een delicaat moment. En alsjeblieft, wees extra voorzichtig. Het feit dat zoveel mensen in het ziekenhuis belanden, is een teken aan de wand en we moeten daar rekening mee houden. Het is nu aan ons allemaal samen om onze verantwoordelijkheid te nemen. Als we die verantwoordelijkheid nemen, dan is die lente van vrijheid, dan is die daar. Dan gaan we die kunnen vastpakken. Maar we gaan dat stap voor stap moeten doen. We gaan dat virus alleen maar afremmen met ons gedrag. We gaan dat alleen maar doen op de manier dat we het vroeger gedaan hebben. Dat is door samen ons te houden aan de regels. Dat is ervoor te zorgen dat we samen de verspreiding van het virus tegenhouden. En die regels die kennen we. Dat is het dragen van een masker, dat is uw handen te wassen, anderhalve meter afstand te houden, je contacten te beperken. Die lente van die vrijheid, die gaan wij samen mogelijk maken. En we gaan die samen mogelijk maken als we voorzichtig zijn en als we verantwoordelijk zijn. Als we dat doen, voorzichtig zijn en verantwoordelijk zijn, die lente van die vrijheid, dan gaan we die kunnen opstarten. Maar in de komende weken moeten we bijzonder voorzichtig zijn. Mesdames et messieurs, nous avons dans ce comité de concertation cet après-midi, nous n'avons pas pris la décision que nous avons pensé de prendre. Ja, dat was de premier in het Nederlands. Hij herhaalt het wellicht nu in het Frans. Michael, ik ga eerst even terug bij jou komen. Krijg jij reacties binnen op de beslissing van de regeringen vandaag? Misschien eerst even zeggen wat de consequenties zijn, want daar krijg ik ook wel informatie over binnen. Dus het punt is dat de sterke stijging van het aantal ziekenopnames gisteren, dat echt de alarmbellen doen afgaan heeft bij dat overlegcomité. En wat men dus nu doet, is een week uitstellen. Volgende week is er een nieuw overlegcomité waar men eigenlijk dan wil de wetenschap hebben van die stijging die we nu zien. Is dat een korte, tijdelijke heropflakkering? Of is dat echt het begin van die exponentiële stijging, een derde golf, zoals we ook in oktober hebben gezien? In dat geval, hoor ik, zal er volgende week ook niks versoepeld worden. Mm-hmm. Blijkt dit een korte heropflakkering te zijn, dan kan volgende week beslist worden om wat men vandaag wilde beslissen om te versoepelen, om dan te doen. Maar dus vandaag is daar geen sprake van. Dus dat betekent dat alles blijft zoals het is, behalve één ding, die niet-medische contactberoepen, dat stond ook al in een ministerieel besluit, die kunnen maandag 1 maart starten, zoals voorzien was en onder de omstandigheden die voorzien waren. Alle dus dat andere... zijn schoonheidsspecialisten, pedicures en zo meer? Hè? Al die dingen, ja. Alle andere maatregelen zijn voorlopig al verlengd tot 1 april. Dus dat betekent ook het verbod op niet-essentiële reizen, betekent ook de avondklok. Dus op dat vlak is
al beslist om nu tot 1 april. Maar goed, dus volgende week zal een nieuw overlegcomité kijken in hoeverre de sterke stijging van die cijfers die we zien, blijven die zich verder zetten of is het een korte heropflakkering? En dan kan men dus bijvoorbeeld wel beslissen om die sociale bubbel, die vandaag eigenlijk op de tafel lag, met 8 mensen buiten een activiteit te kunnen doen, om dat te versoepelen. Maar daar is dus voorlopig vandaag geen sprake van. Dat is voor volgende week. Het zal kijken zijn hoe die cijfers evolueren. Ja, en dan krijg je al reacties binnen van belangengroepen of van werkgevers? Ik weet het niet. Wat er onder meer bij zit, is van VOCA, Vlaamse werkgevers. Er begrip voor hebben, lees ik dat er geen versoepelingen zijn worden aangekondigd en verwijzen ook naar de cijfers, maar blijven toch ook vragen voor een perspectief. Ook het VBO liet al soortgelijk iets weten dat dat perspectief er moet komen. Nu goed, dat was ook niet echt de bedoeling van vandaag, echt al data te geven. Hè. Als er vandaag dingen zouden gezegd worden, was dat de versoepelingen die er eventueel konden, dat was die sociale bubbel. En het was dan eigenlijk de bedoeling, begreep ik initieel, om eventueel over 2 weken of zo een overlegcomité te hebben met echt die exit-strategie. Of dat nu ook opschuift, dat zullen we misschien straks nog te horen krijgen. Maar ik lees toch ook veel begrip voor het feit dat die cijfers zijn niet goed, evolueren niet goed. Het punt is dus te kijken nu of dit een korte heropflakkering is of dat het echt een exponentiële stijging is. En dat is wat ik toch hoor ook bij enkele ministers. De vrees dat we wat we in oktober gezien hebben, daar zijn we op een week tijd echt een gigantische sprong gemaakt. Dat is die vrees ook dat die er is. Ja, het is voor de ziekenhuizen en de mensen die daar werken en die daar liggen dat we het doen. Hè. En daarom is het misschien goed dat we even naar Thijs Mauro kunnen gaan. Thijs, jij bent bij het UZ in Gent, als ik mij niet vergis. Ja, daar zullen ze ook wel met belangstelling hebben gekeken naar deze persconferentie. Kan jij even een reactie meegeven vandaar? Ja, het zijn natuurlijk barre tijden, zeker omdat die cijfers toch weer aan het stijgen waren. Ik vraag een reactie aan professor Frank Vermassen, hoofdarts van het UZ Gent. Ja, professor, geen echte beslissingen, geen grotere bubbels. Is dat een goed signaal voor jullie? Ja, ik ben tevreden met deze beslissing. Ik denk ook dat het de enige was die kon genomen worden. Niet dat ik daarom blij ben met deze beslissing. Ik denk dat iedereen het wel anders wou. Maar de signalen de laatste week gingen echt wel een beetje de verkeerde richting uit. En nu grote versoepelingen doorvoeren zou daarom inderdaad niet correct geweest zijn. Ja. Gent was een zone waar het sowieso al wat slechter ging dan de rest van Vlaanderen. Maar de premier zei ook 200 opnames gisteren. Ja, het is duidelijk dat plateau, dat we daar misschien aan het afgeraken zijn. Hè. Een week tijdswinst, is dat dan voldoende om perspectief te hebben om te zien welke kant het op gaat? Wel, ik hoop het. In elk geval zullen de signalen duidelijker worden. De laatste week was er een duidelijke toename van het aantal opnames. We mogen hopen dat dat inderdaad, als we ons allemaal een beetje aan de regels houden, terug onder controle komt. En op dat ogenblik kunnen we misschien met meer kennis van zaken inderdaad beslissingen nemen die dan hopelijk wel wat meer vrijheid toelaten. Ja, maar het ziekenhuis, voor alle duidelijkheid, hier in Gent kan het nog aan. Het is niet dat we naar scenario's van de tweede golf moeten beginnen kijken. Nee, dat is correct. Op dit ogenblik gaat dat nog zo. Maar ik wil toch waarschuwen dat indien we te lang wachten met de nodige maatregelen te nemen of te snel versoepelen, deze situatie heel snel kan keren en we dan terug in situaties komen die we echt niet meer willen, waarbij dat andere zorg moet uitgesteld worden, waarbij dat patiënten terug massaal op intensieve zorg terechtkomen. En dat is echt niet de situatie waar we naartoe willen. Ja. Dank u wel, professor. Ja, Wim, je hoort het. UZ Gent is tevreden, waarschijnlijk ook de andere ziekenhuizen van het land. Er is wat tijd gekocht, tijd gewonnen, om te kijken wat het nu zal worden. Een stijging of dat we terug naar een plateaufase gaan. Maar het was de juiste beslissing, zegt het UZ Gent. En ik denk bij uitbreiding ook de hele medische wereld. Dat is een duidelijk standpunt. Dank je wel, Thijs, voor dat interview daar. En ik schakel meteen door naar Anne-Bie. Anne-Bie, jij hebt ook een reactie bij jou. Ik weet natuurlijk samen met iedereen dat ook de reissector erg uitgekeken had naar vandaag. In de hoop dan dat toerisme misschien weer mogelijk zou worden. Dat is zeker niet het geval. Pols jij ook eens bij een reactie daar?
Wel, inderdaad, er zijn geen versoepelingen voor niemand. Dus ook niet voor de reissector. Niet-essentiële reizen kunnen nog altijd niet. Beslissingen daarover die worden uitgesteld. En ik vraag even aan Koen van den Bos van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus. Wat u daarvan vindt, zijn jullie teleurgesteld of hadden jullie dit zien aankomen? Enerzijds hadden we het wel een stukje zien aankomen omdat men politiek het zoal aan het verkopen was. Langs de andere kant blijft men toch wel te ingaan tegen wat Europa vraagt. Dat is net dat vrij verkeer van mensen, goederen en diensten. Dus ja, we hadden wel gehoopt dat men zich daar zou op aligneren en dat men dan ook heel duidelijke maatregelen zou stellen van kijk, hoe kan je nu reizen? Dat hebben we allemaal niet. We hebben ook nog geen enkel zicht op wat met de paasvakantie. En uiteraard, zowel voor ons als reissector, maar ook voor onze reizigers, is het heel belangrijk dat we daar zicht op krijgen. Want vorig jaar met de paasvakantie zaten we in lockdown. Er zijn heel veel mensen die hun reis hebben opgeboekt naar dit jaar de paasvakantie. Maar natuurlijk, als we nu in hetzelfde scenario gaan terechtkomen, dan gaan we inderdaad wel wat problemen tegenkomen. Hebt u de cijfers gevolgd, de redenen waarom men nu geen versoepelingen toelaat? En we weten dat er vandaag weer 200 mensen in het ziekenhuis zijn opgenomen, dat heel veel mensen op intensieve zorgen terechtkomen. Die cijfers beginnen te stijgen. Men vreest voor een derde golf die daaraan komt. Hebt u begrip voor de redenen waarom men deze beslissing neemt? We hebben die cijfers uiteraard gezien en ik kan begrijpen dat de regering zich daar inderdaad naar gaat richten. Maar aan de andere kant hebben we gezien dat reizigers na de paasvakantie in feite geen impact hebben gehad op de cijfers. Of beter gezegd, na de kerstvakantie geen impact hebben gehad op de cijfers, want de cijfers zijn al een week gedaald. Nu zitten we met een reisverbod, er wordt niet gereisd en de cijfers gaan er omhoog. Dus die correlatie is wel erg zoek. Ook dat in feite, wanneer de cijfers van Senciano goed analyseren, dat je bij reizen 2% besmettingen hebt. Bij mensen die in België blijven is dat meer dan 5%. Dat betekent dat je in feite, als je het in cijfers dan toch altijd gaat uitdrukken, in België 150% meer kans hebt om besmet te geraken dan wanneer je op reis bent. Dus die zaken voor ons zijn toch moeilijk te kaderen en zijn ook zeer moeilijk te kaderen uit die sector die toch wel al een heel jaar kreunt en die in feite bij de zwaarst getroffen sectoren zit. Er worden geen toeristische reizen meer gedaan, maar er zijn uiteraard nog altijd mensen die op reis gaan voor zaken, voor familiebezoek, voor dingen die wel toegelaten zijn. En we zitten ondertussen wel met Britse varianten. Die zouden er toch niet gekomen zijn als mensen thuis waren gebleven? Wel, daar is vandaag geen enkele link tussen wanneer we zijn gaan kijken naar dat Britse variant. Op een gegeven moment hebben we in West-Vlaanderen in een rusthuis een uitbraak gehad van die Britse variant. Daar is geen enkele link met reizen aanwezig. Dus het is zeer moeilijk van te stellen dat het effectief aan het reizen gelinkt is. En wanneer we het reizen zeer goed gaan analyseren, dan gaan we inderdaad zien waar komen de besmettingen terecht. Dat komt net uit friends and family related travel, zoals wij dat noemen. Reizen voor vrienden te gaan bezoeken om familiale redenen. En daar komt het weer op het individuele gedrag van iedereen. De premier heeft er net in de persconferentie ook al op gewezen. Gedrag is veel belangrijker dan locatie. En dat moet iedereen natuurlijk zelf weten. Als reizen weer mogelijk zou worden, wat zouden jullie dan als maatregelen willen, zodat het allemaal veilig kan verlopen? Wel, wat dat betreft zien we dat Europa vandaag toch wel positie neemt voor een soort van vaccinatiepaspoort. Wij hebben er altijd voor gepleit om zulk een bewijs te hebben. Dat gaat belangrijk zijn naar de toekomst toe. Parallel daaraan moet er een testingstrategie blijven bestaan, want uiteraard niet iedereen zal het vaccin hebben. Dus men zou moeten testen bij mensen voor men vertrekt, bij aankomst. Bij voorkeur gaat dat op basis van de antigentesten, sneltesten. Zodanig dat je dan inderdaad de mensen die mogelijk besmet zouden zijn, dat je dan gerichte en proportionele maatregelen kan nemen voor die mensen, zonder voor iedereen een quarantaine te moeten opleggen. Oké, dankjewel voor de eerste reactie, meneer Van den Bos. En we onthouden, Wim, dat de reissector vooral op zoek is naar een exitplan, vooral duidelijkheid wil naar wanneer en hoe mensen toch opnieuw op reis zouden mogen gaan. Heel hartelijk dank voor die reactie ook, Anne-Bie. Ik eindig bij jou misschien nog even, Michael, want wat ook nieuw is vandaag, of wat ook in het nieuws zit vandaag, is dat in de toekomst beslissingen niet langer gebaseerd zouden zijn op een ministerieel besluit dat genomen wordt, maar eventueel op een lang verwachte pandemiewet. Ziet die er nu inderdaad op korte termijn aan te komen?
Wel, in elk geval, de regering heeft die pandemiewet, die inderdaad al lang in de stijger stond, waar wel wat kritiek op was, die is goedgekeurd. Hè. Minister Vlinde heeft die klaargekregen en is gestemd van, of heeft, is goedgekeurd. Die gaat nu naar het parlement. En dus is inderdaad de bedoeling om, waar nu, als er iets beslist wordt, dat is dus niet vandaag, ministeriële besluiten gemaakt worden en geschreven worden. Dat is een minister die dat beslist, dus nu zal dat breder gedragen moeten worden. Maar ja, dit is uiteraard nog te vroeg om vandaag al toe te passen. Maar het is wel iets wat vandaag ook is goedgekeurd. Wat dus nu naar het parlement zal gaan de komende weken. Oké. Dankjewel, Michael, ook voor je duiding in dit extra journaal. En daarmee gaan we afronden hier. Dank om bij ons te zijn. Ja, het nieuws is dat er geen nieuws is. En dat is op zich ook nieuws, zo zullen we dat maar zeggen. Vandaag komen inderdaad geen versoepelingen, omdat de cijfers eenvoudigweg te slecht zijn. Die cijfers zijn aan het overlegcomité voorgelegd en de ziekenhuisopnames gaan pijlsnel de hoogte in. Geen goed moment om maatregelen af te schaffen om het virus tegen te houden. Dat was het voor nu, een samenvatting en meer reacties krijgt u ook in ons journaal om 6, om 7 en later op de avond. Hartelijk dank voor het kijken. Stel nu zelf je persoonlijke nieuwsoverzicht samen met Mijn Nieuws in de gratis VRT Nieuws-app.